Hoi, ik ben Sanne en in deze video ga ik laten zien hoe je zelf een laminaatvloer legt. Laminaat is er in allerlei kleuren en motieven. Het is een goed alternatief voor parket, want een stuk goedkoper, maar geeft toch een mooie houtlook. En het mooie is, dit is een klus die je makkelijk zelf kan. Pauzeer het beeld om de lijst over te nemen of klik hierboven voor een volledige overview. Met de rekentool op gamma.nl heb ik berekend hoeveel materiaal ik nodig heb. In dit geval kom ik met 8 pakketten goed uit. De gamma rekentool houdt zelfs rekening met snijverlies, zo heb je altijd een beetje extra. En haal de vloer op tijd in huis, want het moet 48 uur acclimatiseren in de ruimte. Zet de planken niet rechtop, maar stapel ze in het midden van de ruimte. Ik heb bij Gamma verschillende kleurstalen besteld en dit was de winnaar. Handig als je twijfelt over de kleur of over het patroon. Het ligt hier zoals je ziet al klaar, dus ik kan zo beginnen, maar eerst komt de ondervloer. Ik kies vandaag voor een ondervloer met een vochtwerende laag. Dit is zeker aan te raden voor ruimtes op de begane grond in verband met vocht dat omhoog kan trekken. Een goede ondervloer is dus essentieel, ook voor demping van geluid. Dit is zelfs verplicht als je in een appartement woont of een bovenwoning. De leginstructies willen per soort en merklaminaat ook nog wel eens wat verschillen. Lees voor de zekerheid nog even de instructies die bij jouw vloer hoort. Naast het materiaal gebruik ik vandaag ook deze legset. Handig, want hier zit bijna alles in wat ik nodig heb. Een afstandhouder, een slagijzer en een stootblokje. Voor ik met de eerste rij begin, moet ik ook even aan de laatste denken. Want hier kom je met de laatste rij meestal niet perfect uit. Maar dat is geen probleem. Zorg er wel voor dat je tenminste 5 centimeter aan materiaal overhoudt. Bereken dus vooraf waar je op uit gaat komen. Want heb je minder dan 5 centimeter ruimte, dan moet er ook bij de eerste plank wat af, zodat het beter uitkomt. De eerste rij is heel makkelijk. Ik gebruik deze afstandshouders rondom de vloer. Die plaats ik per rij. Deze zorgen voor een klein beetje speling, zodat het laminaat nog wat kan uitzetten. Ik heb de afstandsblokjes geplaatst en ik zet de plank er netjes tegenaan. Even een tip, voordat je verder gaat, gebruik planken uit verschillende pakketten. Dat geeft een mooi en natuurlijk resultaat. Zoals je ziet ligt de eerste plank netjes op zijn plaats, met de afstandsblokjes. Dat is belangrijk, want dat zorgt voor wat speling, zodat het pakket een beetje kan bewegen. Heel belangrijk is dat je hier let op die naad, dat die helemaal netjes en strak ligt. En ook hier plaats ik natuurlijk weer afstandsblokjes. Voor dit laatste stukje wil je een nieuw stuk plank gebruiken. Die pak ik dus uit een derde pakket. Je wilt dat stukje gebruiken, maar daarom moet je de plank dus eigenlijk omdraaien om het af te meten. Ik ga hem nu met de winkelhaak netjes aftekenen, zodat ik zeker weet dat ik een rechte lijn heb. Een winkelhaak is belangrijk dat je hem goed tegen de plank aandrukt, zodat ik zeker weet dat ik een mooie haakse boek heb. Om rechte stukken af te snijden gebruik ik de laminaatsnijder. Die snijdt perfect netjes recht af. Let op dat je hem goed tegen de achterkant aanzet voor een rechte lijn. Overige stuk wat ik zo overhoud gebruik ik natuurlijk voor de tweede rij. Met het afgesneden stuk ga ik nu de eerste rij afmaken. Let weer goed op de naad dat die strak aansluit. En gebruik weer de afstandsblokjes voor tegen de muur. Zoals ik al zei, ga ik in wildverband leggen. Dat betekent dat ik de planken met elkaar laat overlappen. Zorg altijd dat je tenminste een derde overlap hebt. Dat ziet er het mooist uit en zorgt voor een stevige verbinding. Nou, en het laatste afgesneden stuk gebruik ik helemaal in de hoek. Zo, en nu door naar de derde rij. Ruimtes zijn meestal niet perfect, maar hebben allerlei hoekjes en randjes, zoals verwarmingsbuizen of kabelgootjes. Daar moet je uiteraard omheen werken door stukjes af te zagen. Hier heb ik 2 verwarmingsbuizen lopen en dat ga ik netjes wegwerken met 2 gaten in de plank. Eerst meet ik de positie en afstand van de buizen tot de muur en teken ik het af op mijn plank. De plank die ik wil gaan zagen, klik ik eerst vast. Zorg dat hij netjes aansluit.
Zo weet ik waar het gat ongeveer zit. En uit het midden van de buis zet ik een streepje op mijn plank. De plank leg ik vervolgens aan de andere kant tegen de buis aan. Hier gebruik ik ook het midden. Als ik deze twee punten met elkaar verbind, op het kruispunt zet ik zo een kruis en daar ga ik zo meteen mijn gat boren. Ik gebruik de winkelhaak om een rechte lijn te trekken. Leg die strak tegen de plank aan. En hier boor ik zo mijn gat. Bij andere afwijkende vormen kan ik ook een profielaftaster gebruiken. Dit is ook wel bekend als contourmal. Die vorm trek ik dan over op de plank en dan heb je dus ook precies de vorm. Voordat ik zo'n gat ga boren, precies waar ik net het kruisje heb gezet, moet ik mijn plank even vastzetten. Die zet ik vast met een lijmklem. Nou, die zit goed vast. Voordat ik ga boren, zet ik natuurlijk mijn veiligheidsbril op en mijn gehoorbescherming. Probeer niet te veel druk te zetten op je boor. Laat hem rustig zijn werk doen en je kan hem een klein beetje bewegen. Nou, de volgende stap is het uitzagen van dit losse stukje. Om deze hoek mooi te krijgen gebruik ik de zwijhaak. Die is om en nabij 45 graden als je hem netjes tegen de plank aanlegt. Teken hem hier af. En vervolgens aan de andere kant van de cirkel die ik net geboord heb. Even een tip voor als je met een decoupeerzaag gaat werken. Start de zaag een stukje van de plank af, dan gaat hij soepeler erin. Anders gaat je plank heel erg trillen. Nou, klik ik mijn plank vast. Ik kan hem netjes aanschuiven. En dan past dit, als het goed is, precies. Ik leg natuurlijk een rij door. Dan doe ik hetzelfde bij deze verwarmingsbuis. En dan ben ik bijna aan het einde. Ik laat nog even zien hoe je de laatste rij legt. En dan gaan we door naar de plinten. Ik ben nu bij de laatste rij. Die past niet helemaal, dus die moet ik gaan afzagen. Om dat af te meten, leg je de plank die we gaan afzagen precies uitgelijnd op de vorige rij. En ik gebruik een tweede plank om af te tekenen. Dat doe je zo. Je legt hem helemaal netjes strak in de hoek. En je tekent af op de plank waar je wil gaan zagen. Dit doe je over de gehele lengte. Nou, deze plank ga ik zo over de hele lengte afzagen met de decoupeerzaag. Ik ga nu de laatste plank zagen. Zet hem weer goed vast op je workmate. Gebruik uiteraard je veiligheidsbril en je gehoorbescherming. En omdat ik de plank in de hele lengte ga zagen, zal ik hem af en toe moeten verschuiven. Die is mooi op maat. Ik ga hem er nu inleggen. Het ging nu goed, maar het kan wat moeizaam gaan omdat je in de hoek werkt. Dan kan je een aantrekhaak gebruiken en een rubberen hamer om een tikje te geven zodat hij mooi aansluit. De vloer is klaar. Ik maak het nog even af met deze hoge plinten. Die komen dan tegen de wand en met wat kit zet ik ze vast. De plinten komen in planken van ruim 2 meter, dus die moet ik inkorten. Maar dat kan ik niet zomaar recht afzagen. Voor een net resultaat ga ik de planken verstekzagen. Dat is onder een schuine hoek. Hier komen de plinten bij elkaar in een binnenhoek en hier komen ze bij elkaar met een buitenhoek. Let goed bij het afzagen dat je de juiste hoek te pakken hebt. Ik maak bij deze plint eerst de binnenhoek op maat en dan pas meet ik waar ik hem aan de andere kant ga afzagen. Om te weten hoe ik deze plank precies moet afzagen, moet ik eerst de binnenhoek goed op orde hebben. Die heb ik net al afgezaagd. Ik sluit de plint mooi aan in de hoek en nu kan ik hier precies aftekenen waar ik zo moet beginnen met zagen. Het afkorten doe ik even buiten, omdat het heel veel stof geeft. De plintjes zijn nu helemaal op maat, dus die ga ik vastkitten. Maar voordat ik dat doe, kijk ik eerst even of er op bepaalde plekken meer speling is, want daar zet ik dan wat meer kit. Een andere tip, zet wat meer kit aan de buitenkanten, zodat het mooi aansluit. Hier had ik wat meer speling, dus zet ik iets meer kit. Dan sluit de plint zo mooi aan. Nou, je drukt de plint stevig vast. Geef hem ook altijd een tikje met de rubberen hamer, anders hecht de kit niet goed. Ook bij deze plint ga ik even kijken of die goed aansluit. Hier moet ik iets meer kit gebruiken.
En nog één tip, om het hoekje goed vast te zetten, kan je wat schilderstep gebruiken. Zet je vast, laat je nachtje zitten en dan sluit het perfect aan. Deze plinten zet ik vast met montagekit, maar bij europlinten gaat dit met een handig kliksysteem. Bij plakplinten, dat zijn van die lagen, plak je ze gemakkelijk op maat met een plintenschaar. Die heeft ook een handige aanduiding met graden, zodat je precies weet waar je de plinten moet inkorten. Klik hierboven voor meer informatie over het leggen van plinten. Zelf een laminaatvloer leggen is dus helemaal niet moeilijk. Dat kan jij ook. In de beschrijving van de video vind je alle stappen nog eens netjes op een rij of klik hierboven om het gehele stappenplan nog eens te bekijken. En denk eraan, bereken voor je begint hoeveel ruimte je aan het einde overhoudt. Anders kan je straks opnieuw beginnen en daar word je niet vrolijk van. Zorg altijd voor een beetje extra materiaal. Vond je dit ingewikkelder dan gedacht of heb je gewoon geen tijd of zin? Dat mag ook gewoon, hè? Dan is er altijd nog de Gamma Klusservice die je laminaat bij jou thuis komt leggen. Klik hierboven voor meer info. Ga je het wel zelf doen? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer je gratis op het kanaal. En laat in de comments weten hoe het bij jou ging. Heb je meer klussen op de planning? Bekijk ook de andere video's op het Gamma-kanaal.